10 maanden na de fatale brand tijdens Oudejaarsnacht is de Jan Linders in Lent vandaag weer heropend. In de tussentijd was er wel een noodsupermarkt op het water, net naast het huidige pand. Ook organiseerde de Jan Linders een pendeldienst naar een ander filiaal in Wijchen. Maar al met al, iedereen is weer blij dat de enige supermarkt in Lent er weer is. Het is vanochtend superspannend, omdat het 9 uur heeft de wethouder met de directeur de winkel geopend. 3-4 minuten over 9. Met een geweldige toeloop van klanten voor ons. Een storm op de run op de winkel. Is de winkel geopend en alles was super in orde. Ja, dit is geweldig. Ik bedoel, een noodwinkel, voor de lentenaren was het geweldig. Maar deze winkel is het op en top nieuwste van de nieuwste wat je Linders te bieden heeft. Zowel voor de medewerkers, die er super trots op zijn. Mogen ook onze klanten, en zijn onze klanten, super trots op deze winkel. Dat zijn de eerste reacties die we vanmorgen ontvangen hebben. Alles is nieuw, alles is natuurlijk wel getest. Maar het moet ook in de praktijk nog allemaal werken. En het moet zeggen, ook met de installateurs, dat is allemaal goed verlopen. Het werkt als een trein. Het is een hele mooie winkel, mooi ruim van binnen opgezet. Goede acties. Ja, het was wel een gemis dat hij dicht was. Ja, dat was wel een noodwinkel, maar dit is toch weer veel mooier. Ja, dit is natuurlijk weer een beetje gemakkelijker voor ons. Want ja, ik vind het gewoon fijn dat hij weer open is.